Ik ben Vanessa de Ruijser, ik ben directeur van Vokans, voluit vormings- en opleidingskansen. Wat mij meestal bijblijft aan een evenement is, wat zijn nu de uitdagingen waar dat we nog voor staan? Hè? En ik denk dat we ook eensgezind waren aan tafel, in het panel, dat het stimuleren van betrokkenheid van de werkvloer om taalcoaching, taalondersteuning van een duurzaam karakter te maken, een uitdaging is voor ons allemaal. Wat volgens mij een belangrijke rol speelt, is hoe je als taalcoachorganisatie een totaalaanpak kan installeren op de werkvloer. Hè. Waarbij dat je zowel vanuit het perspectief van de werknemer als het perspectief vanuit de werkvloer, hè, de leidinggevende, de collega's, de nodige stappen zet die tot resultaat komen, tot een duurzame tewerkstelling komen. Een best practice is uiteraard wanneer je als HR-dienstverlener samenwerkt met een werkvloer waarbij dat je zowel op niveau van onboarding als op niveau van competentieontwikkeling van anderstalige werknemers, maar evengoed van de andere collega's en de leidinggevende gezamenlijke acties gaat bepalen om tot resultaat te komen. Mijn tip vanuit Vokans voor de Oekraïners is gebruik je netwerk om zo snel als mogelijk aan het werk te gaan. Het is volgens ons de cruciale factor om je verder te integreren in België, in Vlaanderen. Gebruik daarvoor een netwerk en leer aldoende verder aan die Nederlandse taal.